Groet mensen, ik ben Sam, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Heroes of the Storm. Jongens, vorige aflevering beginnen wij met Zeratul, maar vandaag gaan wij met Nova. Nova is mijn favoriete karakter, ze kan ontiegelijk, maar ook echt ontiegelijk veel damage doen. En daar hou ik van. Jongens, we gaan met Nova en let's do this. Locked and loaded. Alright, jongens, we zitten vandaag in de Dragon's Knight. En dit is een geweldige map. En de goblin is gekilled, zoals je al ziet. There we go. Wij zijn Nova. Nova is net als Zeratul onzichtbaar, wat natuurlijk super chill is. Wij kiezen voor Ambush Snipe. Wat doen mijn skills nou precies? Mijn Q-ability is een hele makkelijke skillshot en het doet ontiegelijk veel damage. Heel makkelijk. Mijn W-ability is een slow, doet 50 damage en slowt bij 30%, wat super chill is. En mijn E-ability is waarom Nova zo uniek is. Dat is een clone. Zoals je al ziet, ik zet daar mijn clone neer. Ik heb daar Vision en ze vallen mijn clone aan. En het is gewoon heel erg irritant. We have a weird camp. We hebben Muradin, Tyrell, Murky, Nova en Tyrannus. Inderdaad, een beetje wel weird. We hebben Rhaegar, The Butcher, Falstaff, Murky en Asmodan. Murky is heel erg goed. Voor mij is Murky heel erg goed. Omdat ik Murky heel snel kan killen. En dat is precies wat we moeten doen. Alright, hoe werkt Nova? Hoe moet je met Nova spelen? Nova is best wel heel erg anders dat je moet spelen dan verschillende... Oh my god, The Butcher. Holy crap, The Butcher komt op mij en ik ren zo snel mogelijk weg. En het lukt me ook nog. Ik zet mijn geluid net even een tikkie zachter voor me. Hoppakee, dat was echt een heel klein beetje. Maar het hoeft ook maar een heel klein beetje. Alright, wij gaan... Oké, dus wat moet je met alles Nova doen? Laten we daar eerst even over gaan hebben. Nova moet je heel veel roamen. Al kan ik nu niet zo super veel roamen. Ik ga denk ik toch maar top. Going top. Hoppakee. Of we kunnen hier naartoe gaan. We kunnen even bij Falstaff wat heel veel damage doen. Muradin gaat voorin voor de stun. En we kunnen lekker veel damage doen. Dat is super nice. Ik laat Tyrell hier beneden soloen. Ondanks ik heel graag top wil gaan. Omdat Nova is heel erg goed om te roamen. En heel goed om snel kills te maken. Hier, there we go. Hoppakee. Dat bedoel ik. Je hebt nu een hele snelle kill gewoon te pakken. Bam, die is dood. Nou, nu hebben wij top. Nu ga ik naar midden. En je blijft roamen. Je blijft constant maar van lane switchen. Nu gaan we dus naar Murky. Gaan we... Nou, Murky boeit op zich niet superveel. In fact, Murky boeit echt niemand wat. Hier, nu gaan wij deze shrine pakken hier. Hun zijn hier druk bezig. Met de... ik weet niet wat ze aan het doen. Dus ze zijn proberen Tyrell te killen, maar dat lukt niet. We gaan gewoon proberen dit te pakken. En... Het lukt aardig goed. Voordat de Butcher inderdaad me pakt. En die gaat waarschijnlijk me stunnen. Die gaat hoogstwaarschijnlijk me stunnen. Nee, die gaat me niet stunnen. We hebben in ieder geval wel hun heel erg geïrriteerd. En hun moesten weer terug naar achter. Waardoor hun weer wat XP verliest. En waarschijnlijk. Don't know about that. We gaan gewoon heel irritant met ons clones spelen. Zorgen dat ons clones... Tyrell, pas op, pas op. Ik ben hier ook out of position. En ik ga maar weer mid... Want ik moet, het is ook heel erg belangrijk. Oeh, ben ik hier veilig? Ben ik hier veilig? Ja. Ik moet ook heel erg, het is heel erg belangrijk als over dat je Gatherer Power bij blijft vullen. Murky kunnen we hier hebben. Murky kunnen we hier hebben. Hoppakee, mijn stun gaat, of mijn slow gaat eruit. En wij hebben inderdaad een makkelijke Murky kill. Die wel heel erg belangrijk is. Want Murky geeft jou Gathering Power. En dat is heel erg belangrijk. Hier Bolt hebben ze een extreem, extreem sterke push. En wij kunnen daar niks tegen doen. Hun, hey, I don't know wat we moeten doen. Ik ga toch maar hier naartoe. Ik denk wel dat dat handig is. Hoppakee. En you get out of my way. Oh, hij krijgt net een shield. En moet je kijken hoe low... Ik kon hem killen. Ik kon hem killen, maar ik ging het toch... Ik was niet greedy. En dat was ook goed. Je moet niet greedy zijn met Nova. Als je heel erg greedy bent met Nova, dan kom je nergens. Dan kom je serieus nergens. Waarom heb ik geen muziek? Dus hier... Ja, there we go. Hoppakee, muziekje komt er weer. Oké, we gaan weer in voor de Murky kill. Ik denk wel dat dat handig is. We leggen hier ons dingetje neer. Doen we ons. Hoppakee. En... Toek. Oh, we missen hem. Helaas. Maar ik denk dat hij wel doodgaat. Yes, there we go. 2 stacks of Gather Power. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Want met Gather Power doe je uiteindelijk gewoon meer damage. En dat wil je gewoon doen. Hier beneden, de enemy Butcher. Die gaat wel heel erg diep. Die probeert Tyrell te killen. Maar Tyrell is... net out of range. Maar hij kan... is het veilig wat ik nu aan het doen ben? Nee, dit is totaal niet veilig wat ik aan het doen ben. Kan ik één keer hitten? Nee, ik kan niet hitten. Ze hebben bot. Ze hebben... We moeten hier echt hulp hebben. We moeten hier echt hulp hebben. Want de Rhaegar Butcher combo is echt immens goed. Echt heel erg sterk. En daar miste ik mijn skill shot.
Skillshot, deze skillshot van Nova is best wel moeilijk om te raken. En ik weet niet waarom mijn webcam ineens zo donker is. Maakt ook helemaal niet uit. het is best wel moeilijk om te hitten met Nova. Als je één keer mist, dan is je hele opening weg, om zo te zeggen. Dan kan je serieus niks meer. En dat is best wel heel crap. En dat wil je natuurlijk niet. Dus daarmee moet je wel... Kijk, zoals dat, ik mis en mijn burst is weg. Welke talent ik nou net heb gekozen is anti-armor shells. Zorg ervoor dat je 250 of dat je een stuk slower je attack speed weghaalt. Maar je... Al je damage... Oh my god. Al je damage doe je nu in één schot. Hoppakee. Ik doe 250 nu met mijn auto-attacks, wat pittig veel is. Ik slow hier de butcher voor je, bro. Dus dan kan hij snel wegkomen. Lukt hem pretty much goed. Dat is fijn. Dat is heel fijn. Dat hadden we ook nodig. Als ons Tyrell daar dood ging, dan was het niet fijn geweest. We hebben nog steeds niet de Dragon Knight. Dragon Knight blijft nog steeds contested. Hier bij top gaan ze nu wel falen. Dus ik ga snel naar top. Tyrande is hier alleen solo. Tyrande is low. Maar hun enemy Valstad, of de, hun enemy Valstad zelfs, is ook low. Ik gooi hier mijn clone neer. Dat ze hun een beetje in paniek raken. Dat ze niet zo goed weten wat ze moeten doen. En we killen Valstad. Nice. En nu ga ik ook wegrennen. Want anders ga ik dood. Dan word ik down gedunkt. En daar hebben we natuurlijk ook geen zin in. Ik ren hier naartoe. En ik ren weer naar beneden. En ik ga hier even wachten. Ik ga hier toch maar even wachten. Yes. En nu kunnen we veilig gaan. Wachten. There we go. Nu kunnen we veilig gaan. Altijd even wachten als je met een Asmodan zit. Want Asmodan, die kan je in één keer dunken. In één keer dood dunken. En dat is natuurlijk niet nice. Hier in het hoekje staan, want ik denk dat hij me zo meteen weer gaat dunken. Nee, dat gaat hij niet. Welke talent heeft Esmer dan gekozen? Taste for Blood. Oké, dus we moeten oppassen dat hij ontiegelijk veel damage in één keer kan doen. Dat is natuurlijk niet fijn. Kan hij hem stunnen? Kan hij hem stunnen? Ah, hij mist de stun. Oh my god, en ik mis mijn skillshot. Hier, dat bedoel ik. Zodra je je skillshot mist, dan doe je helemaal geen damage meer. Je skillshot, daar haal je al je meeste damage uit. Zorg ervoor dat je hem niet mist. Is niet nice. Is echt niet nice. Pak deze orb. Ik denk dat we hier wel rustig langs kunnen lopen. En dat we hier dan als clone kunnen neerzetten. Dat ze een beetje denken van... What the fuck? Is dat een clone? Ja, dat is een clone. Hoppakee, ik hit hem even hier. Ik wil eigenlijk dat de butcher... op mij gaat chargen. Dan kan ik heel snel naar achter lopen. Ik ga hier voor triple taps. Alle twee zijn goed. Voor Sister Strike is heel goed. Triple tap is heel goed. Ik kies triple tap. Ondanks Murky niks kan soken. Murky gaat heel snel dood. Asmodan gaat pittig snel dood. Ze hebben niet echt iets goed om goed mee snel te soken. En daar kies ik dus ook voor. Hoppakee. De Butcher hier dood. We gaan de ult kasten op Butcher. Waardoor we ontiegelijk veel damage kunnen doen. Maar de healing van Butcher is zo immens veel, jongen. Dat is echt niet normaal. Kunnen we hem killen? Kunnen we naar hem toe komen? Kom op, hit. Nice. There we go. We worden nu wel... ze hebben vision op, hè? Wat super slecht is. Oh my god, die Butcher, jongen. Butcher is heel erg moeilijk om mee tegen te gaan. Echt heel erg moeilijk. Ik moet hier toch nog even snel wat drinken voordat ik in de battlefield ga. Omdat mijn Q toch op cooldown is. Murky gaat de ult doen. En ik raak mijn Q nog maar net. Maar de ult van Raker gaat eruit. En Tyrande mist helaas haar shot. En ik ben gestunt door de Butcher. Butcher gaat helemaal op mij zitten. Maar Moeradin die stunt dan mooi. Dus ik kan mooi naar achter lopen. Hartstikke mooi. Dus hoppakee. One shot, one kill. There we go. Dat is wel fijn aan Murky. Je kan gewoon iemand in één keer... killen. En dat is hartstikke chill aan Nova. Vooral met een Murky. Nou, nu is het wel een Murky. I know, het is een Murky en bla bla bla. Low health. Geloof me. Later kunnen we ook Valstad one-shotten. Asmodan wordt nog wel moeilijk om te one-shotten. Maar het kan. Niet eigenlijk. Maar het kan wel als je... One-shot wordt moeilijk. Maar als je al je skills neergooit... Kan ik hier... Shit, I'm fucked. Ik ben pretty much dood nu, denk ik. Yep. Ik ben dood hier. Ja, there we go. We zijn dood. We konden niks meer. De invisibility. Wie heeft die? Ik denk Rhaegar, of niet? Wie heeft die vision? Ik weet het niet. Power throw, visuals. Ik weet niet eens waar die staat. Secret weapon.
Oh, hier. Murky heeft hem. Activate to reveal an area for 10 seconden. Enemies in the area are revealed for 4 seconden. En dat is gewoon een hele goede counter tegen Nova. Want die kan je gewoon ergens neergooien. En dan word ik gezien. Wat natuurlijk super crap is. Hun hebben deze keer op de hoeveelste minuut mijn webcam staat te volgen. 19e minuut. Oh my god. Of 9e minuut, sorry. Hebben hun eindelijk de Dragonite. Wij gaan heel veel damage doen op de Dragonite. Dat is ook echt nodig. Hier staat de Butcher. Moeten we daarmee oppassen. Hoppakee. De Butcher gaat in voor de kill. Maar ik slow hem net. Maar... de Dragonite kiest er toch voor om mid te gaan. Wat een goede keuze is. En ik ga mijn ult op de Butcher doen. Want we hebben echt ontzettend veel damage nodig op de Butcher. Want de Butcher moet zo snel mogelijk down. Gaat hij down? De Butcher gaat down. Hartstikke mooi. Waardoor wij nu heel mooi... ik zeg veel te veel, boy. Waardoor wij lekker veel damage op de Dragonite kunnen doen. There we go. En nu moeten ze wel back. Right, wij kiezen voor even kijken wat handig is. Ik denk dat ik voor Advanced Cloaking toch ga. Ik ga voor Advanced Cloaking. Je kan kiezen voor dat je clones damage doen. En dan kan je uiteindelijk op je 16e talent kan je double fake doen. En daarna rewind. Dan krijg je een clone build. Nee, daar ga ik niet voor. Ik ga voor de pure damage build. Om Murky te one-shotten. There we go. Ik moet mijn stacks weer heel erg opbouwen. Ja, dat is zeker waar wat u zegt. We hebben geen sustain damage wat naar is. We hebben echt alleen burst. We have no sustain. Dat is best wel heel erg naar. Sustain is dus constante damage. Constant op het bord, op het veld, damage doen. Vooral op enemies. Dat is moeilijk. Dat is echt heel erg moeilijk. Daarvoor moet, denk ik, Muradin het meeste werk doen. I guess. En ik natuurlijk. Alleen, ik kan alleen heel snel enemies killen die low zijn. En dat gaat niet werken als ze helemaal full health zijn. En daarom moet je ook net maar de goede teammaat hebben en enemies. Oh shit. Dat moet je nog maar net goed hebben. En kijk, there we go. De mooie engage van Tyrell en de... oh shit. Oh shit, de Butcher. De Butcher, guys. Ik ga mijn ult van een veilige plek ga ik die casten. Hoppakee. Ik ga de Butcher nog een keer hitten voor 800. De range is best wel heel groot. En de Butcher goes down. Hetzelfde geldt voor Murky. Maar daar in de andere hand... is Rhaegar Tyrande aan het killen, wat niet fijn is. Wat is hier beneden? Hier beneden is helemaal niemand meer. Dus ik denk dat ik ook even onzichtbaar moet worden. En rustig naar binnen mag. There we go. We moeten dit verdedigen. Murky. Murky. Murky, we hebben hulp nodig. We hebben hier hulp nodig. Ik kan dit... Nova... daarom is Nova... considering... mensen zeggen dat Nova slecht is. Ondanks de reden van... ze kan geen lanes... killen. Ze kan niet snel een lane killen. Dat is correct. Daarentegen is Zeratul stukken beter. Maar Nova is een stuk makkelijker om te spelen. Als jij denkt van, nou, ik wil heel graag een onzichtbare personage spelen. En, of karakter. En ik wil lekker veel damage doen. Ga als Nova. Nova doet daarom wel veel damage. Maar je speelt Nova niet zoals jij Butcher speelt. Of Tyrande speelt. Of weet ik veel wie. Die speel je gewoon zo niet. En hun Butcher is nu helemaal gone. Mooie engagement van Tyrande. Of van Tyrael. En Tyrande eigenlijk. Alle twee. Hele mooie combinatie. Wij kiezen hier voor Overdrive. Emperor of Activate. Oké. Ik zal het zo meteen wel zien. Je doet in ieder geval 25% meer damage. Maar al je spells kosten wel 40% meer mana. Dit is gewoon een extreem goede talent om te kiezen voor Nova. Omdat je dan extreem. Maar ook echt extreem. Extreem veel damage kan doen. Maar onze Tyrande gaat hier wel down. Is niks wat ik kan doen. Ik kan mijn ult kasten op Rhaegar. En ik kies hem op de verkeerde. Ik doe hem op de verkeerde, I guess. Maar we hebben even goed nog een kill. Rhaegar is down. Dus daarom vind ik deze ult ook... oeh. Ah, damn it. Daarom vind ik deze ult ook veel fijner dan... dan die... hoe heet die ook weer? Precision Strike. Omdat je met Precision Strike heb je nog wel de kans dat je niks raakt. En met Triple Tap... als jij op een goede positie staat, weet je 100% zeker dat jij 3 targets kan hitten. En dat is gewoon heel erg belangrijk om dat te doen. We hebben hier weer een mooie kill. We moeten hier wel verdedigen. Want we willen natuurlijk niet dat deze tower down gaat. Alleen, zoals ik al zei, we zijn heel slecht in verdedigen. En dat is super crap. Dus we gaan maar hier gewoon snel weg. Om het zo snel mogelijk op het bord. We worden hier wel gezien wat super crap is. Hun Murky zit hier vlakbij. Daar zit hun Murky. We gooien hier even een... shit, ik mis hem weer. Hun Murky is best wel slim met movement. Doet hij goed.
Oké, goed, dat zie je niet zo snel in een solo queue. Als je meestal in een, of hoe noem je dat? Hero League, daar zie je het heel vaak. Maar in zulke potjes zie je het niet vaak. We pakken hier van snel deze tower. En Rhaegar komt eraan. Ik gooi mijn clone eruit. Vertellen van, hey, get the fuck out. Ik zit hier. We wachten tot een mooi engagement. En there we go. Zag die damage dan. 1300 damage, jongens. 1300 damage met één single hit. En daarvoor zijn mensen heel snel bang voor Nova. Omdat je gewoon zo ontiegelijke zieke burst hebt. Dat is echt immens veel. Alright, wij gaan hier voor de eerste keer back. Want wij hebben de Dragonite. Ik denk dat het een mooi moment is om nu even snel back te gaan. Hun Butcher is dood. Hun Murky is dood. Falstad zit hier wel te verdedigen samen met Rhaegar. Rhaegar valt ook. Waar wij een hele mooie opening. Nice opening. Go. We moeten minimaal deze toren kapot maken. Het zal heel fijn zijn als we er twee kunnen hebben. Maar ik heb mijn ultra combo wombo kawombo. Dat is mijn overdrive plus Q plus mijn triple tap. Dan doe jij extreem veel damage met triple tap. Ik ga deze, hoppakee, die wall daar even snel kapot maken. En dan gaan we ervoor. We gaan proberen ons ult te doen. Hoppakee, there we go. Oh, come on. Die was heel erg bijna. Maar we doen wel lekker veel damage. En hun moeten daarvoor naar achter. Wat natuurlijk ook hartstikke fijn is. Waardoor wij hun gewoon een beetje kunnen moven. Wij kiezen voor Bolt of the Storm. Ik denk toch wel dat wij een beetje defensief moeten spelen. Je kan ook kiezen voor triple tap reload. Fast reload heet die. Dus zodra jij een kill maakt met je ult, dan word je direct gereset. En dat klinkt heel erg OP. Het is ook pittig OP. Dan kan je dus ervoor zorgen. Als jij 4 kills achter elkaar fixt. Dan kan jij 4 keer achter elkaar triple tap doen. Betekent dat hun eigenlijk helemaal niks kunnen doen. Oeps. Dat wist ik niet dat zou gebeuren. Sorry Murky. Ik heb Murky's ei per ongeluk kapot gemaakt. Ik heb onze friendly Murky's ei kapot gemaakt. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat kon. Ik hitte per ongeluk een mercenary dude. En ik kill uiteindelijk die egg. Sorry. Asmodan hier. Heel erg diep in de lane. Heel diep valt ook wel eigenlijk mee. Ik weet niet precies waar die zit. Ik denk dat hij hier beneden zit. Ik hoor hier iets. Yes, there we go. We zitten hier. Oh shit, kijk, hun gaan dus... Nee, hun gaan niet op mijn clone. Maar er zit hier wel... ons hele team is hier. Hun hele team komt hier naartoe. Care. They are coming. Coming. Alright, over een paar seconden kan ik engage. Tyrael moet hier snel weg. Ik heb een hele slechte... Oh, there we go. Dat is wat ik wou zien. Ik had mijn overdrive geactiveerd, maar ik deed er niks mee. Maar gelukkig kwam de boetje net in range om hun te hitten. Hele mooie stun van Taranda. Hit ze 3 mensen mee. Even kijken wie wij moeten targeten. Hoppakee. Ik denk dat we vals hadden om te focussen. Ja, there we go. We gaan vals hadden focussen. There we go. Hartstikke mooie ult van Ethereal. Supermooi. En hun... Oeh, shit. Ja. Stel hun Murky. Hoppakee. We kunnen hier ervoor kiezen om te teleporteren. Alleen dat gaan we niet doen. Ik wil niet te diep gaan. Hun Butcher leeft nog. En het is best wel heel gevaarlijk om heel erg diep te gaan als hun Butcher leeft. Ik heb trouwens gekozen ook voor Advanced Cloaking. Heb ik nog niet uitgelegd wat deze talent doet. Zorg ervoor dat ik snel loop. En meer regen krijg. En dat is best wel heel fijn, want soms moet je heel snel wegkomen. En dat kan Nova niet. Dat is best wel heel crap. Dus daarom dit. En eigenlijk wil ik dat hier weer de Butcher mij gaat branden. Dat hij op me afgaat. Maar ik denk niet dat hij dat doet. Ik denk niet dat hij daarvoor gaat. Hij gaat er niet voor, nee. Hoppakee, ik hit hem nog wel even hard. En dat zorgt ervoor dat hij weer back moet. We gaan even kijken naar de stats. Wie heeft de meeste hero damage? Dat heeft Nova. En siege damage sta ik wel helemaal laag. Dat is best wel heel logisch. Maar zorg ervoor dat jij gewoon constant damage doet aan heroes. Maakt niet uit of het een tikkie is. Maakt niet uit of het een hele grote hit is. Zorg er gewoon voor dat jij heel veel damage doet. Hier. Hoppakee. Kunnen hem gaan killen? Nee, kunnen we niet. Het is te gevaarlijk om dat te doen. Moeten weg. Onze Dragonite ook komt er wel aan. Dus dat is wel hartstikke fijn. En hoppakee. Wij hitten hem even hard. En ik denk dat onze... Of hun Butcher... Kijk. Oh, de place. En waar blijft hij?
Ik denk dat hij weg is. Ik denk dat hij god is. Hoppakee. De Butcher is nu useless. Ik heb de Butcher gewoon even gesuscieerd, om zo te zeggen. Want hij is helemaal ook niet bij de fight. Hij is helemaal gone. Zijn skills en charges ook natuurlijk even verweerd op cooldown. Ik denk dat hij nu wel weer in de fight kan. En natuurlijk wel super crap is. Oh, 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 oh. Ik ben hier gestunt, though. Ik kan niks. Hele mooie engagement weer van de Butcher. En ik ben dood. Hij kan dus zijn ult eerst. Daarna ging hij op me afchargen. Ik kon niks. Ik werd hier heel mooi gefficient door Murky. Waardoor ik niks meer kon. Hele mooie engagement. Hele mooie engagement. Oké, ze moeten nu weer back. Murky out of position. Murky probeert zijn bubbel te doen. Maar ik denk niet dat hij ver komt. Ondanks de hamstring. En de stun van... oh, maar Butcher out of position nu. Oh, we kunnen hem engagen. Kom op. Je hebt drie tanks. Drie tanks en één support. We konden dat doen. We konden dat doen. Murky hier, though, valt wel. Gaat dood. Probeert nog te stunnen. Probeert tijd te winnen. Maar dat maakt niet uit. Want hij respawnt gewoon weer. Lekker in zijn eitje. Woep. En dan is hij weer. Zo makkelijk is het. Oh, drie of twee tanks. Die zitten hier nu een campje te doen. Dus ze worden wel gezien. Dus ik denk dat Turrils alsnog nog weg moet. Nou, dat maakt niet uit. Wordt net niet gepakt. Nee, net niet. Ik weet niet waar ze zaten. Ze zaten hier denk ik allemaal. Murky hier heel mooi aan het depushen. Welke Murky doet het beter met siege damage? Onze Murky doet veel beter met siege damage. En onze Murky doet ook veel beter met hero damage. Dat is natuurlijk wel beter. Alleen hun Murky is wel veel meer utility. Veel irritanter qua op het bord zijn. Hij zorgt ervoor dat hij niet veel damage doet. Hij zorgt ervoor dat hij gewoon heel erg irritant is. Heel erg irritant is. Hierboven zag ik een Murky. Ik weet niet of hij hier nog steeds is. Nee, hij is hier waarschijnlijk naar beneden gegaan. Helemaal waarschijnlijk naar bot gegaan. Hij zit hier boven me nog. Heeft hij hier zijn ding neergelegd? Nee, niet. Als hij daar zijn ei had neergelegd, dan kon ik hem wel killen. Maar dat ging ik toch maar niet doen. Ik ga hier aan mijn bot, want daar is ons hele team. En hun hele team is hier. Maar wij willen snel deze pakken, want we hebben deze al. Die spant over 3,5 minuten, dus die gaan we nog niet pakken. Dat gaan we sowieso niet doen. Anders staan we daar om 3 minuten te wachten. Nee, ik heb er nog geen zin in. Valstad, Valstad. Focus Valstad. Ze krijgen een hele mooie skillshot op Valstad. Hoppakee. Waardoor Rhaegar 2-2. Kijk, al schiet jij deze op Valstad, Rhaegar staat ervoor. Die krijgt 2 klappen van dat. En dat is toch 2000 damage. Dat betekent dat ik 3000 damage in totaal deed. 1000 damage op Valstad en 2000 damage op Rhaegar. En dat is gewoon ontiegelijk sterk. Dat is echt ontiegelijk sterk. Cooldown is wel heel lang, 100 seconden. Maar dat stopt niet de damage. Hoppakee, Murky gaat hier mooi de shrine pakken. Hun Murky, though. Oh, shit. Ik mis weer mijn skillshot, though. Heel erg naar. Ik weet niet wat Murky daar aan het doen is, maar... Ik mag me best wel helpen. Don't mind. Hun Murky doet het goed. Hoppakee, there we go. There we go. Dat is wat we wouden zien. Dan krijgen we ook extra veel damage door Gathering Power. Wat natuurlijk ook belangrijk is. 40 seconden voor mijn ult. Ik moet wachten echt tot ik goed kan engagen voor mijn ult. Anders kan ik niks. Onze Dragon Knight, die hebben nog 1 minuut 10 seconden. Dus wachten kunnen we wel. En ik denk ook dat wij moeten wachten. Ik ga deze Legion Dude even snel killen op. En dan worden ze niet meer gebufft. Zijn ze een stuk slapper. Anders krijgen ze echt zoveel damage. Dan doen ze echt heel veel damage. Shit, ik klikte. Oh, maar dat maakt niet uit. Want ik mag hier toch niet doorlopen. Ik moet hier wachten. Ik moet wachten tot het weg is. Want anders word ik gezien. En dan weten ze allemaal waar ik ben. Nou, thanks dat hij dit heeft gedestroyed. Dat is heel handig voor Nova. 5 seconden en ik kan een mooie engagement maken. 3, 2, 1. En there we go. Hoppakee. Alles op de Butcher. Butcher is gone. Dat was heel erg mooi. Gewoon alles op de Butcher gooien. Want dat is toch echt een vreselijke enemy. Zorg ervoor dat je niet gehit wordt door de Murkies. Als je gehit wordt door de Murkies, dan blijft ze op je zitten. Dat is niet nice. En dat was een hele slechte skillshot. Ik kon hem beter gebruiken op die van Rhaegar. Maar we proberen hier nog steeds veel damage te doen. En de ult van Moeredin gaat eruit. Moeredin gaat wel retreaten. Dat is slim. Hoppakee, there you go. Hun Murky is gone. Ik teleporteer naar voren en ik ga hier weg. De reden is waarom je meestal naar voren moet teleporteren met Bolt of the Storm is... Als jij toch gaat retreaten, zorg ervoor dat je hem altijd gebruikt voordat je gaat mounten. Je kan gewoon... Dan kunnen ze no way dat ze dan je kunnen pakken nog. En het is gewoon hartstikke fijn om om niet dood te gaan. Dat sowieso. Maar het is toch maar 40 seconden, toch? Ja, het is toch maar 40 seconden cooldown. En wij zien nu niemand binnen nu en 10 seconden. Of toen, 40 seconden. Dus het is geen reden waarom je hem niet zal gebruiken. Gebruik hem altijd.
wanneer het nodig is. En ook al wil je wegkomen. We gaan hier even irritant doen. We gooien hier mijn clone neer. En ik dacht dat ze nog naar voren gingen pushen. Gingen ze niet, maar de W van Taranda gaat eruit. Of als het een W is. Misschien is het al E. Misschien is het al een Q. Don't know. Murky staat hier beneden. We gaan Murky killen. There we go. Hoppakee, Murky is gone. Mooi schot. Zorg ervoor dat ik nu 5 gather power heb. En mijn ult bijna weer klaar is in 4 seconden. Waardoor ik echt extreem veel damage nu kan doen. Level 24, level 5 gather power. Ik hoor de ult eruit gaan. Ik kies ervoor om Palsa te killen. Hoppakee. 1200 damage, jongens. 1200 damage gaat eruit per tik. Dat is veel. Dat is echt heel veel. Hun butcher hier, though, out of position. We kunnen hem heel hard hitten. En we kunnen hem zelfs gaan killen. Hoppakee. Oh shit, wat gebeurde daar? Oh my god. Oh my god, net drag. Dat wou ik niet. Nice, we hebben een quad kill. Waardoor we nu best wel match kunnen finishen. Finish it. We kunnen het finishen. We gaan gewoon core. We moeten core gaan. Dragon en core. Willen we eerst voor dragon? Alright. Alright. Dragon first. Dat is misschien wel handig dan. We gaan eerst voor de dragon. Tyrell, take dragon. Ik denk dat het wel handig is als hij dragon pakt. Ik denk dat we die gewoon uncontested kunnen pakken, ja. En daarmee full face. I mean core. Oh, lol. Ik loop even tegen Esmoden aan. Hoppakee, Esmoden. Die deleten we ook maar even van de game. Hoppakee. Extreem veel damage, 1260 XP. En wij staan daardoor weer boven de hero damage. Ah, die was weer scheef. Dit was scheef. Het is moeilijk om dit, jongens. Het kan heel erg moeilijk zijn om dit als we elke keer gaan dansen. Kan het pittig moeilijk zijn. Hoppakee, we teleporteren hier toch maar even naar achter. En we blijven de core hitten. Ga niet die enemies killen. De enemies killen kan je doen, maar het heeft geen zin. Hoppakee. GG guys, we hebben het gewonnen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Dit is Nova. Nova is een geweldige hero om mee te spelen. Superleuk. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.